Ja, nou in eerste instantie kun je bijvoorbeeld proberen om iemand die die mensen kent, die jij toevallig ook kent, erop af te sturen. He, waarom zou jij dat doen? Je kunt niet de hele wereld uh, verbeteren, dat hoeft helemaal niet. Maar misschien vinden ze jou ook wel irritant door jouw toon. He, wat je niet moet doen, is het vingertje heffen. He, want de. Moraal van mensen hangt samen met hun identiteit. Dus als jij mensen aanvalt op hun moraal, als jij zegt, jij eet vlees, dat is slecht dat jij vlees eet, dan zeg je eigenlijk, jij bent slecht. Dus dan wijs je die persoon af. Ja, dan ben je ook een irritant persoon. Terwijl de meeste mensen ook heel veel goede dingen hebben. En terwijl het, wat ik net al zei, ook aan de omstandigheden ligt dat iemand zich uh, niet optimaal gedraagt. Dus het is veel beter om te kijken, oké, okay, wat deel ik met die persoon? Wat vind ik al goed aan die persoon? En daarbij aan te sluiten en zo te proberen om in gesprek te gaan met die persoon. En het is ook mogelijk dat jij je vergist. Hè? Die, die mogelijkheid moet je altijd openlaten. Maar je kunt bijvoorbeeld, als iemand vlees eet, je kent hem goed, je denkt, nou, daar wil ik eens toch met die persoon over in gesprek gaan, zou je kunnen zeggen, ja, ik zie dat jij zo ontzettend lief bent voor je hond. Nou, dat vind ik echt heel goed van je. En dan nodig je hem eens een keer uit en dan zet je hem een, een nepkip voor. Ik heb dat gedaan bij mijn schoonvader en mijn schoonvader die is opgegroeid als zoon van een slager. Helaas niet van een poulier, dan was het voorbeeld nog mooier geweest. Maar die heeft met smaak die nepkip opgegeten. En die had helemaal niet door dat het nepkip was. Nou, dan heb je ook alweer een aanleiding voor een gesprek. Hè. Dus niet meteen in de aanval gaan, niet meteen met de vinger wijzen, maar juist proberen om het op een speelse relativerende manier aan te pakken. Laatste vraag goed: waarom moeten we groen met ontwikkelen? Nou, dat zei ik. Eh, misschien zei ik dat al, misschien nog niet. Maar als je de wetenschappelijke rapporten leest... Dan zijn er veel verwante crises. Er is dus niet wat mensen denken alleen een klimaatprobleem. Maar er zijn allerlei ver verwante problemen. En die problemen, die hebben wij voor een deel, wij mensen, veroorzaakt. En door die problemen kunnen mensen en niet-mensen hun doelen niet verwerkelijken. Dus jij bent daar als. Mens, als individu, als jij uh, eigenlijk een, een, een voetafdruk hebt die, die boven de draagkracht van de aarde gaat, ben jij daar mede verantwoordelijk voor? En ik denk dat, dat nou ja, voor mij vindt iedereen dat: uh, dat, je, dat, dat je verantwoordelijkheid moet, uh, moet dragen. Je kunt het zien als dat er een taart is, je bent met een groep en jij neemt meteen die hele taart. En dat zegt iedereen: Ja, dat is toch onverantwoordelijk gedrag. He? Je houdt geen rekening met anderen. En zo is dat volgens mij ook met milieuproblemen.